الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد. We gaan vandaag met de wet van Allah subhanahu wa ta'ala de lessen hervatten. En om gelijk te beginnen, we zijn gekomen bij de 31ste overlevering van het boekje Al-Arba'in en Nawawiyya. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. De algemene vertaling, deze overlevering. Er kwam een man naar de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en zei: O boodschapper van Allah, wijs mij op een daad. Wanneer ik die verricht, dan zal Allah en de mensen van mij houden. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: is het fi dunya? Oftewel, verwerp de wereld of de wereldse zaken. En Allah zal van je houden. En doe of neem afstand van wat de mensen bezitten. En de mensen zullen van je houden. God, dit is de algemene betekenis van deze overlevering. De betekenis van zuhd, wat het ongeveer inhoudt, is dat je jezelf onthoudt. Jezelf onthouden van wat je niet nodig hebt van het wereldse leven. Zelfs wanneer het toegestaan is. Of het ook kan betekenen jezelf beperkt tot wat voldoende is voor je. Dus jezelf onthouden van zaken wat je niet nodig hebt van het wereldse leven. Zelfs als dat halal is, als dat toegestaan is. En jezelf beperken tot hetgeen voldoende voor jou is. En imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, zei: te veel vragen van zaken die wettig zijn, die halal zijn, is een bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala, waar de mensen van het tawhid mee zijn beproefd. En wanneer een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala blij is met wettige zaken, met zaken die halal zijn, om daarmee op te scheppen bij anderen, dan is dat een verwerpelijke, een verwijtbaar iets. En wanneer hij daarmee blij is, en wanneer men blij is met deze wettige zaken die halal zijn, hij is daar blij mee, omdat het een gunst is van Allah subhanahu wa ta'ala, en dan is dat natuurlijk lofwaardig, prijzenswaardig. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft personen die zuinig zijn geprezen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ ذَلِكَ بَيْنَ قَوَامًا. Wat ongeveer betekent: en diegenen die niet verspillen, nog gierig zijn wanneer zij iets uitgeven, maar de middenweg daarin vinden. En ook heeft de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn gemeenschap aangespoord om de wereldse zaken om wereldse zaken te minderen en je daarvan te onthouden. Een overlevering staat: kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wat ongeveer inhoudt: wees in deze wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent. Het is bekend als je bijvoorbeeld reist. Je hebt niet veel bagage bij je. Je neemt slechts datgene wat je in principe echt nodig hebt. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft dus in deze overlevering de vrager, de metgezel,
die de vraag stelde, aanbevolen om wereldse zaken te laten en zich daarvan te onthouden. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft hem beloofd dat Allah subhanahu wa ta'ala van hem zal houden. Wat dus inhoudt dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden is over deze, deze persoon. En ook heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam de man, de metgezel, aangeraden om afstand te houden van datgeen wat mensen in bezit hebben. Dus dat niet jou bezighoudt wat mensen bezitten. Als je iets moois ziet, iets wat duur is bij een ander, yani, hecht daar niet te veel waarde aan. En de mensen merken als jij daar waarde aan hecht. Bijvoorbeeld iemand heeft een mooie auto bijvoorbeeld. Dat je zegt dat je te veel vraag stelt over de auto. Wat heb je een mooie auto, waar heb je het nagehaald? En telkens als je hem tegenkomt, dan praat je weer over de auto. Yani, daar houden mensen niet van. Dus deze mensen zullen ook afstand van jou houden. En als jij daar geen waarde aan hecht, aan degene wat mensen in bezit hebben, of wat mensen mee zijn begunstigd, dan zullen deze mensen ook van jou houden. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei in overlevering: Men kanat ad-dunya hammahu farraqa Allah alayhi amrah wa ja'ala faqrahu bayna 'ainayhi wa lam ya'ti illa ma katab Allah lahu. Yani degene die zich zich bezighoudt, zich richt op deze wereldse zaken, yani dan zal Allah subhanahu wa ta'ala zijn zaken in de war brengen. Wa ja'ala faqrahu bayna 'ainayhi, en hij zal zich hij is voortdurend in vrees voor armoede. Wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu. En hij zal niets van deze wereld krijgen behalve datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voor hem heeft voorbeschikt. Wa man, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat al-akhiratu niyyatahu. En diegene die dus gericht is of zich bezighoudt op het hier namaals, jama'a Allahu lahu amra, zal Allah subhanahu zijn zaken vergemakkelijken, regelen. Wa ja'ala ghina'ahu fi qalbihi, en Allah subhanahu wa ta'ala zal hem tevreden laten voelen met degene wat hij bezit, wat hij heeft. Wa atatu ad-dunya wa hiya raghima, en het wereldse zaken zal tot hem komen op een en het zal makkelijk op een makkelijke manier tot hem komen waar hij geen waarde aan hecht. Dat zal hem komen, dat zal hem ongetwijfeld doen komen op een makkelijke manier, en waar hij niet echt omkijken naar heeft. Ja, omdat hij bewust is, niet voor datgene waar hij is voor geschapen. Hij is niet geschapen voor het wereldse leven, wat een tijdelijke verblijfplaats is, een tijd van beproeving. Zijn focus, hij is gericht op het hier namaals. Beste broeders en zusters, voor de verduidelijking. Zuhd, zoals in de overlevering staat, het woord zuhd houdt niet in dat jij geen mooie en dure dingen in bezit mag hebben. Al deze zaken mag je gewoon in bezit hebben. Je mag handel drijven, Dus wat zucht in principe inhoudt, is dat je je niet bezighoudt met zaken, met wereldse zaken die je afhoudt van al-akhira, van de dag des oordeels, van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, of van hetgeen
jij profijt van zult hebben in het, op de dag des oordeels. Want je bent natuurlijk niet geschapen voor deze wereld. Je bent voor andere doeleinden geschapen. En dus het begrip van zuhd yani wordt, of is vaak in de geschiedenis verkeerd begrepen, waardoor yani, dwaling is ontstaan. Yani bijgeloof en overdrijven in bepaalde personen, waardoor ze heilig zijn verklaard, omdat ze yani, kapotte kleding dragen of yani, niet duur of goedkope kleding dragen en bewust geen auto nemen of wat dan ook, of geen rijdier. Yani, dit houdt niet zucht in. Dit houdt geen zucht in. Want er zijn rijke personen yani, die helemaal niet bezighouden met het wereldse leven of met zijn bezittingen. En een van de beste voorbeelden onder de metgezellen is Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Yani, behoort tot een van de rijkste metgezellen. Maar het heeft hem niet afgehouden in het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. God, dit in het kort uitleg van de 31ste overlevering van het boek van Imam an-Nawawi, al-Arba'in an-Nawawiyyah.